Wil. Hi, Sien. Kijk eens even, meid. Hier zo. De allermodernste oliekachels die er zijn. Hartstikke goed, Sien. Ja, en voor iedereen heb je ook geen grote nodig, dus zo'n geld ben je ook niet kwijt. Kosten ze dan? Staat erbij. Oh. Oh ja. Nou, dat valt inderdaad reuze mee, Sien. Ja, ja. En dan ben je trouwens ook gelijk van de geouwe hoer met die kolen af, hè? Nou, het zal een keertje tijd worden, dat gesjouw met die kit. Vandaag of morgen heb ik spit. Moet je Jaap laten doen? Begint er niet aan, is vrouwenwerk. Ja. Maar die kit is mooi weer leeg. Zeg, wil ik even lopen? Nee, we zijn er doorheen. Bergman komt zo nieuwe brengen. Okay. Goedenavond. Hallo, Jaap. Hé, Sien. Hierzo, kijk even. Ja. Deze, die lijkt me wel wat. Mooi strak modelletje. Ja, is ook heel zuinig in het gebruik. Ga jij een auto kopen? Nee, een oliekachel. Een oliekachel? Ja, je weet wel, een kachel, maar dan op olie. Ja, ik weet wel wat een oliekachel is. Nou dan. Wat moet jij met een oliekachel? Koffie zetten. Nee? Voor hier natuurlijk. Voor hier? Ja, daar. Daar staat al een kachel. Ja, en die gaat weg. Waarheen? Weet ik veel. Naar het museum. Het moet daar toch niet gekker worden. Die kachel blijft daar staan. Dan ga ik bij mijn moeder wonen. Hé? Of Nel, je komt gezellig bij mij. Stokvis. Hè? Lekker onder de elektrische deken. Nelly Kooijman. Die kachel daar, die is nog van mijn moeder zijn oma geweest. Die heeft ons door 2 wereldoorlogen heen geholpen, die kachel. Die heeft ons warm gehouden tijdens de hongerwinter, Nel, die kachel. Dat is zo roze, die kachel. En ik heb hem nog nooit horen klagen. Echt waar niet? Nooit niet. Maar Nel klaagt wel. Nel klaagt altijd. Omdat ik met de kit moet sjouwen. Omdat zij met die kit moet sjouwen. Niet, Tom. Het is anno 1963 en ik loop nog elke dag met die kit te sjouwen. Nel, dat heb de oma van mijn moeder ja. ook moeten doen. Ja. Je hebt ook altijd met die kit lopen sjouwen. Ja, het hele geslacht Kooijman hebt met die kit lopen sjouwen. En dat is me een geslachtje, hè, het geslachtje Kooijman. Ja, nee, dat is ze. Die hebben een stamboompie, de Kooijman, hè. Daar kan Juliana nog een puntje aan zuigen, Nel. En altijd met die kit lopen sjouwen, Nel. Altijd maar met die kit. Maar heel belangrijk, Nel. Nooit een keer te lopen klaar. Hé, hey, Hans Bergman, de Kolenboer zelf. Nou, zal ik je maar als het aan mijn vrouw ligt, dan kan je je zaakje een beetje sluiten. Is dat? Zakje kolen. Hoi man, we bestaan vandaag 60 jaar. Een cadeautje voor al onze klanten. 60 jaar. Hansie, kom er eens eventjes bij. Jij is even lekker zitten. Hoor jij dat, Nel? 60 jaar heeft die man lopen sjouwen. Nou, gefeliciteerd, want mijn vrouw wil aan de olie stoken. Hoor je dat, Nel? Deze man, 60 jaar, is die bezig. Het is nou 1963, dus hij is begonnen in 1906. 1903. Ja, en deze man, omdat jij dus, die door wind en wind altijd bezig is geweest om de kolen naar ons toe te brengen, en omdat jij te lui bent om met een keertje kolen omhoog te komen, is deze man legt dadelijk aan de betelstaf. Het spijt me echt, Hans, maar ik moet aan mijn rug denken. Die kolen, dat kolenhok van ons, dat ligt beneden in de kelder. Oh, wij hebben een kolenhok op het balkon. Kolenhok op het balkon? Ja, natuurlijk hebben Bergman een kolenhok op het balkon. Iedereen heeft een kolenhok op het balkon, dat zie je overal. De moeder van mijn oma had ook een kolenhok op het balkon. Oh. Dat kennen wij. Nou, we hebben helemaal geen hok nodig. Bergman, jij gaat gezellig naar beneden. Je pakt wat mutje kolen, je zet het op je kiets. En je gooit het hier zo in het balkon, gooi je het uit. Nou, Kooijman, heel eerlijk, ik heb een beetje last van mijn rug. Ik koop een oliekachel. Nelly Kooijman. Gezellige mensen stoken kolen. En wij zijn gezellige mensen. Ja. En bovendien, Nel, mijn naam staat hier buiten op de deur, hè? Waar de man woont, draagt hij de kroon. Alweer? Alweer, ja. Nelly, heb jij dan helemaal geen gevoeligheid? Heb je dan helemaal geen menselijkheid meer in je lichaam? Deze man, die door wind en wind, ik zeg het nog een keer, vanaf 1906 de kolen loopt te bezorgen. Moet hij door jou dan aan de galamiezen raken?
Nou ja, ik heb natuurlijk ook dat, dat jij dat mutje even pakt. Hè? Nou ja, ik bedoel, je loopt gewoon naar beneden, de wagen staat al voor. Maar... Ja, nou, je loopt naar beneden dus, je pakt het mutje, is 72 kilo, zet je even, dus makkie voor jou, ja. Je zet het op je nek en je loopt het zo naar boven. Nou, kooi man, als je dat wil doen, graag. Oké. Oké. Hoor je dat nou, deze jongen? De hele dag lopen te sjouwen op de bus. Maar ik ga beneden dat mutje kolen halen en ik ga het naar boven brengen. Dat heb ik over. Voor de menselijkheid. Dat is heel goed, die koop is heel goed. Zeg, Bergman, niet op het een of ander, maar bijna iedereen gaat over op olie, hoor. Ach man, schei er ook uit. Is het echt zo erg? Ja, natuurlijk, maar het is ook veel handiger, Nel. En ook veel schoner, hè? Oh? Ja, en dan denk jij misschien, ik ken in de steun. Maar dat valt reuze mee, want je gaat gewoon ook in de olie. Ik hè? Ja, natuurlijk, man. Olie hebt de toekomst. Die mijnen in Limburg, die gaan er dus allemaal dicht, ja? Allemaal. Ik bedoel, de uil, heet die toch? Ja, de uil, hè? Minister van Economische Zaken, die wil dus van die mijnen af. En hij heeft gelijk ook, eerlijk is eerlijk, want al die mijnwerkers, ja, die zijn voor hun 40ste allemaal versleten. Allemaal stoflongen. Ja, dus dat is niet te betalen aan de ziekte, weet je. Stoflongen? Ja, dat is een hele slopende ziekte. Een hele slopende ziekte. Weet je, die vader van die Heintje, weet je wel? Ja. Die heeft het dus ook, hè? Ja, die Heintje heeft natuurlijk een stem als een nachtegaal. Ja, ik houd er niet van, maar daar gaat het nou niet om. Vreselijk. Verschrikkelijk. Nou, ik vind het wel mooi. Maar die vader, ja, die piep enkel nog maar. Zo erg? Ja, er komt geen woord meer uit die man. Zijn vrouw vindt hem wel prettig, want het schijnt een vreselijke oude hoer te zijn. Die van Eindje, ja, die waren van Eindje. Ja, maar trouwens, al die Limburgers hoor. Al die Limburgers. En dom, niet te geloven. Echt waar, Siem? Ja, ligt vlak bij België, toch? Nee, serieus, hebben ze uitgerekend, ja, bij TNO in Delft hebben ze een keertje uitgerekend, ja, dat als wij, hè, als Nederland dus Limburg aan België geeft, ja, dat dan het IQ, ja, in beide landen enorm gaat toenemen. Ja, maar ik dwaal af. Ja, die indruk had ik ook al. Olie, nog een voordeel. Het raakt nooit op, hè? Niet? Nee. Het raakt nooit op. Er is zoveel olie zit er onder het Midden-Oosten, ja. Dat je tot het jaar 4008, ja, kan de hele wereld, de hele dag, de kachel aanhouden. Zo. Ja, niet te geloven. Enkel tot onder Irak alleen al, ja. Er zit zoveel olie onder de grond, dan kun je de hele Middellandse Zee mee dempen. Maar die Irakezen, willen die olie zelf niet houden dan? Nee, dat komt in Irak, hebben geen kachels, hè? Niet? Nee. En ook geen oliekachels dus, nee. Nee? Nee, het is daar de hele dag mooi weer, hè? Oh ja! Plus, die Irakezen, Nel, die Irakezen, ze zulke gasten. Echt fantastische gasten zijn. Ze bevrienden natie, hè? Nee, die gunnen ons die olie van hart, hoor. Het gaat allemaal tegen vriendenprijzen. Jacobus, gaat het een beetje? Lekker, lekker, roos ben jij. Hè? Fijne vriend ben jij, die jou bekomt lekker veel plat. Klein beetje helpen. Ik dacht het niet. Dus, werkman? Huh? Olie. Maar ik heb helemaal geen verstand van olie. Dan nou, leer je dat toch gewoon? Leren? Ja, natuurlijk. En ik zou me opschieten, want die kieboom, ja, die is zijn eigen helemaal aan het omscholen. En die heeft alleen maar BLO, dus zo moeilijk kan het niet wezen. Hallo, kieboom. Dat is toch de voorzitter van Feyenoord? Ja, daarom net. En, wat hij ook gedaan heeft, die besteld heeft, dat is een tankwagen. Jo. Ja, dus doe jij dat nou ook. Gewoon een tankwagen bestellen, ja. Plus, dan open je ook gelijk een paar benzinepompen, ja. Ja, benzinepompen. Je gaat een beetje de scheepvaart op het Verre Oosten, ja. En dan moet jij eens kijken. Dan vier jij in het jaar 2003 een fantastisch 100-jarig bestaan. Oh, zo. Misschien toch niet zo'n gek idee, een oliekachel. Dames en heren, geeft u ze nogmaals een fantastisch applaus. De cast van Toen Was Geluk, heel gewoon. Sjoerd Pleizier. Joke Bruis. Gerard Cox en natuurlijk de star himself, Mr. Bergman.